Ik ben niet echt, ik voel mezelf ook nooit echt een soort misdaadschrijver of zo. Er zit altijd wel iets in, maar ik heb voor mijn gevoel schrijf ik het meeste gewoon over mensen. En misdaad is gewoon een iets wat je, waardoor je door elk goed verhaal, daar moeten conflicten in zitten. En misdaad is gewoon een manier om een conflict te creëren. In de meeste recensies van mijn boeken dan zeggen de recensenten ook wel van het is niet een thriller waar je op het puntje van je stoel zit, weet je wel, van dat ineens iemand achter de deur met een mes staat of zo. Het is gewoon wel, ik probeer gewoon mensen in een, ja, echte mensen neer te zetten en mijn best te doen, dat zo goed te doen dat een lezer met ze meevoelt en gewoon vanaf het begin denkt ik wil weten wat er met die persoon gebeurt. Ik moet zeggen dat ik nooit echt, eigenlijk nog nooit, echt heb gedacht van zo, deze persoon in mijn boek, dat is eigenlijk die. Moet ik vooral niet tegen hem of haar zeggen. Het zijn altijd combinaties. Soms dan is het een gevoel van wat je bij iemand krijgt. Dan denk ik, oh ja, dat is wel een beetje zoals die persoon is. Of, weet je, mensen die heel, bijvoorbeeld heel, altijd heel vrolijk zijn. En dat je eigenlijk daaronder zo heel voelt dat er heel veel verdriet zit. Dat is natuurlijk mooi om in een boek mee te spelen. En dat je niet hoeft te gaan uitleggen, maar dat iedereen die dat dan leest denkt van ja, ik ken ook iemand. Het is altijd helemaal zo hyper en enthousiast, maar achteronder zit wel een hele grote put, zeg maar. Hoe verder ik in mijn boek ben, hoe langer mijn dagen ook worden. Op een gegeven moment komt er altijd een punt, een soort, in elk boek heb ik dat meegemaakt, dan ben je over een bepaald, de personages staan, die heb je helemaal in je hoofd en je weet eigenlijk helemaal hoe het verhaal verder moet. En er zitten allemaal lijntjes die, waarvan je denkt, dit moet duidelijk terug laten komen, dat moet terugkomen. En dat geeft dan een soort, ja, soort, noem het altijd prettige stress, omdat je weet eigenlijk alles al, maar je hebt ook even dat stemmetje die zegt van, nou, niet vergeten hoe dit moet je niet vergeten, en dat moet ook wel nog even aan bod komen. En dan ga ik meestal ook avonden en dan is het gewoon achter elkaar door naar het einde. Ik heb zo'n Cineview pas heb ik gekocht en als ik dan een lange dag geschreven heb, dan ga ik gewoon even lekker fietsen naar de stad. Dan ben ik ook even fysiek bezig en dan... Ja, ga ik ook, laat ik me verwennen door zomaar soms kijken gewoon daar pas van oké, wat is er? En dan dat je ook eens een keertje iets krijgt wat niet misschien helemaal voor je gevoel in jouw straatje is en dat soms dan juist super mooi is. En dat is met boeken ook een beetje, dat soms krijg je ineens een boek van iemand en denk je ja, dat moet je lezen. En dan nou ja, de ene keer dan is één pagina en denk je dat is echt niet voor mij en de andere keer wel. En dan is het iets wat je nooit had gepakt in de boekhandel en nou, dat is het mooie van... Van boeken en van films en van contacten met mensen, dat je gewoon soms verrast wordt en altijd weer je wereld kan uitbreiden. Dus ik neem wel mijn taak serieus, zeg maar. Ik denk van, ik moet het wel echt dankbaar zijn en genieten van het feit dat ik dit kan doen en het heel serieus nemen. Dus als het niet goed gaat, niet denken van, geef me uit, dan maar even minder. Nee, gewoon mezelf pijn doen, zeg maar, om het beste eruit te halen. En dat is soms... Dat is soms best wel zwaar. Ik verlang ook wel eens naar om gezellig een baan te hebben waar ik even naar de koffiezetapparaat kan lopen als iets niet lukt of zo. En dan een praatje kan maken over, weet ik veel, studiosport van gisteravond.